Zo, goedenavond iedereen. Dit keer een filmpje. Het is op zich nog niet zo laat, maar de dagen worden korter zoals zij ziet. Dus het is vrij donker buiten. Het is nu 5 uur. Ik heb de kacht aangestoken voor wat gezelligheid. Het is een filmpje dat we vandaag gaan maken over dat eigenlijk verder bouwt op de filmpjes die we gehad hebben over formaat sensor. Dus zoals ik eerder al gezegd heb, bij Nikon heb je FX en DX formaten. Waarbij dat FX staat voor full frame. En DX voor de crop sensoren. En DX betekent gewoon dat je sensor kleiner is. Een pak kleiner is dan de, wel niet zo heel veel kleiner, maar toch een stuk kleiner is dan de full frame sensoren. Nu, een full frame, waar komt die benaming? Full frame gaat puur over het feit dat je sensor even groot is als de traditionele kleinbeeldcamera. Dus een kleinbeeldnegatieve van 35 mm. Dan is de sensor even goed 35 mm. Op zich is het vrij duur. Maar het heeft een aantal voordelen in die zin dat je meer pixels hebt. De pixels zijn ook groter, zijn gevoeliger voor licht. Je hebt een betere kwaliteit daardoor. Je hebt een beperktere scherpte diepte. Je kan goede full frame lenzen de kwaliteiten van ten volle benutten en dergelijke meer. Maar de X-camera's of APS-C sensorcamera's, dus camera's met een kleinere sensor, een crop sensor, die zijn eenvoudigweg betaalbaarder en de lenzen zijn ook betaalbaarder omdat de lens minder oppervlakte moet bevatten, dus die kan in de hoeken kan die minder goed van kwaliteit zijn zonder dat dat op je sensor terechtkomt, die minder scherpe hoeken. Je hebt dan natuurlijk, als je naar compactcamera's kijkt, heb je nog kleinere sensoren zoals bijvoorbeeld de Micro Four Thirds wat eigenlijk op 4/3 inch slaat. Maar je hebt ook nog kleiner, zoals de compactcamera's en de telefoons en dergelijke, die zijn allemaal nog kleinere sensoren. Dat betekent eigenlijk gewoon, op zich kun je daar wel evenveel of een groot aantal pixels, tot 20 megapixels en dergelijke, kun je daar wel instampen, maar die pixels zijn dan zodanig klein dat die minder gevoelig zijn voor licht, dat die minder goed kunnen functioneren. Nu, dat is digitaal. Als we terug gaan naar analoog, dus zoals ik zei, full frame camera's, full frame sensoren zijn van formaat gebaseerd op het formaat van een kleinbeeldnegatief. Kleinbeeldnegatief is 35 mm. Naast kleinbeeld heb je ook middenformaat en groot formaat. Om direct de sprong te maken naar groot formaat, dan hebben we het over analoge camera's en van die grote camera's met een balg. En dan vaak nog een plaat waarop dat je kijkt met een doek over je hoofd om op die plaat te kunnen scherpstellen en dergelijke meer. Dus dat zijn van die grote omslachtige, vaak prehistorisch ogende camera's. Dan neemt op zich is dat iets wat traag werkt, dus dat is vrij omslachtig om mee te werken. Dat wordt nog heel weinig gebruikt, denk ik. Maar uw negatief is wel een negatief van dan heb je in feite een zeer groot negatief, waardoor de kwaliteit nog beter is dan alle andere formaten. Nu, als we dan in veel gevallen zit bij die camera's, dus waar bij kleinbeeldcamera's met een sluiter zit die in de meeste gevallen in uw body zit, dus je draait die lens daar gewoon op. Bij die grootformaatcamera's zit de sluiter in uw lens, waardoor dat de lenzen ook duurder zijn. Elke lens heeft dan in feite een sluiter. En dan het systeem ertussen, het middenformaat, dus daar gelijkaardig aan die grote formaten, zit vaak ook bij middenformaat de sluiter in de lens, dus ook hier, het is een Hasselblad. Die werkt met middenformaat met 120 rolfilm. Daar kan je 12 opnamen op maken en die opnamen zijn 6x6. Nu, dit is natuurlijk, deze is analoog, maar je kan daar perfect een digitale wand op plaatsen. Opnieuw, als je daar je kan digitaal werken, maar dan heb je weer van die zeer grote bestanden. Het nemen van de foto is ook niet super snel. Je hebt een beperkte maximale sluitertijd sowieso. Ik denk dat hier, kijk, maximaal een 500ste van een seconde bijvoorbeeld op deze lens. Maar het kan. Juist omdat het zo omslachtig is, wordt het vaak enkel gebruikt in studio's. Nu, dit is een analoge camera. En je moet rekenen, als je een goed exemplaar wilt van deze, dat is een Hasselblad 500cm. Sowieso, als je naar binnenformaatcamera's kijkt, de meest voor de hand liggende naam is Hasselblad. Hasselblad, dat is zonder T, dus niet Hasselt van Hasselt, maar Hasselblad. En als je dan kijkt naar de oude modellen, zoals de 500cm, die modellen werden gemaakt in de tijd dat ik geboren ben, in de jaren 80.
zelfs nog iets voor de jaren 80 is de productie gestart. En dat maakt dan die camera's min of meer betaalbaar zijn. Voor een complete set die in goede staat is, moet je rekenen dat je tussen de 800 en 1000 euro betaalt. Wat kan ik daarover vertellen? Je hebt natuurlijk niet alleen Hasselblad als merk, je hebt ook Mamiya bijvoorbeeld. Je hebt nog een aantal andere merken die ook middenformaat camera's leveren. En dit, qua functionaliteit, dit is een spiegelreflex. Dus het heeft net als de Nikon spiegelreflex en de Canon spiegelreflex en de digitale. En analoog zit hier ook een spiegel in die het licht door je lens naar je zoeker projecteert. De zoeker in dit geval is de zogenaamde schachtzoeker. Dus dat betekent, hier kijk je rechtstreeks. Normaal kun je wel iets van het vuur zien, denk ik. Ja, nee, misschien niet. Hier kijk je rechtstreeks op het matglas. Bij een moderne spiegelreflexcamera zit hier nog een prisma op die dan in feite je beeld ontspiegelt en naar daar stuurt, zodat je zo door je lens kunt kijken, door je zoeker door je lens kunt kijken. Hier kijk je echt nog van boven. Je beeld is niet ontspiegeld, dat betekent als je zo doet, dan zie je de beweging in de omgekeerde richting. Dus het vraagt wat gewenning om mee te werken. De Hasselblad is zeker een van de compactere systemen als je naar het middenformaat kijkt. De lens, de stand, omdat je hier met een middenformaat zit, dus het formaat op zich, je hebt 12 opnamen op een 120 filmrolletje. Dat is volledig modelleerbaar ook het systeem. En ik kan hier, als ik hier even de dark slide zit erin, ja, even ontkoppeld. Dus dit is de body, de camera, de behuizing, de spiegel en dergelijke meer met de lens. En dit is de verrustelbare cassette. Hier is een aanduiding dat ik aan frame 4 zit. Dus ik heb nog wel wat foto's te gaan. Hier zie je ook in kleur aangeduid hoe ver dat je zit. Als dat volledig rood is, hier dat boogje, dan is de film op. En dan moet je hier met dit hendeltje kun je dan terugspoelen. Hier zit nu, zoals je ziet, hier zit een ijzeren schijf op. Dat voorkomt dat je door die eraf te nemen nu negatief zou belichten. Dus dankzij die schijf is uw beeld nu blijven donker. Je plaatst het daar gewoon op. En dan als je nu probeert een foto te nemen, zal het niet gaan. Je kan geen foto nemen. Hier zit de ontspanner. Je kan niet ontspannen met deze schuif erin. Dus dit is wat het licht eigenlijk tegenhield, net als ik de cassette los had. Nu, het feit dat dat zo modelleerbaar is, je kan ook die schacht kan je vervangen door een prisma bijvoorbeeld. Je kan de lenzen vervangen, je kan die knop vervangen. Je kan de achterwanden vervangen. Je kan zo goed als alles vervangen aan dit systeem. Nu, de meeste mensen die er vaak mee werken, hebben ook meerdere van die cassettes, waardoor dat je gemakkelijk meerdere films in verschillende cassettes kunt hebben. Dus als ik nu dan bijvoorbeeld een andere film wil belichten, dan kan ik gewoon ontkoppelen, een andere cassette nemen met een andere film in, die plaatsen en ben ik dan vertrokken met een andere film. Dit systeem hier draaien aan, je hebt ook met een hendel en dergelijke meer, dat kan je ook, zoals ik zeg, alles is vervangbaar. Ook deze, kijk, je kan daar een andere knop op plaatsen met een hendeltje. De techniek is echt prachtig als je dat bekijkt. Dat is echt ongelooflijk schoongemaakt allemaal. De lenzen zijn ook heel scherp. Dit is een 80mm lens. De 80mm is voor middenformaat eigenlijk wat de 15mm voor kleinbeeldformaat. Dus dat betekent dat je met de 80mm een vrij goede standaard lens hebt voor Hasselblad. Of voor middenformaat camera's beter. Je hebt ook naast deze wand, wat een achterwand is voor 6-6 formaat. Je hebt ook achterwanden voor Polaroid, die zijn een pak groter. Je hebt ook achterwanden waarbij dat je geen, voor een rolfilm geen 12 maar 24 opnamen kunt maken, maar dan in plaats van 6-6 foto's, 6-4 foto's maakt. En de schacht, ja, dat kan ik ook nog laten zien, dat je de schacht kunt monteren. Je kan ook het matglas vervangen bijvoorbeeld, als ik die even opzij plaats. Dus dan, dit is de schacht, die is nu dichtgeklapt. Die kan je daar gewoon uitschuiven. En dit stuk kan ik vervangen door een prisma. Dit matglas kan ik ook altijd vervangen. En zo is echt heel het systeem modelleerbaar. Let wel, ze zijn oud, dus als je een koopt die al goed gebruikt is,
kan het zijn dat hij wat onderuit nodig heeft, dat de sluitertijden en lens niet meer allemaal matchen. Dat er iets stroef loopt of dergelijke, dat is allemaal mogelijk. Maar er zijn nog meer dan genoeg services die dat voor je doen. Ook als je een cassette koopt, zul je zien dat als je een cassette wil waarbij dat de insert, dus hetgeen, ik kan het nu niet openmaken omdat er een film in zit, maar hetgeen wat hier in geschoven wordt, daar zit de film in. En dit is eigenlijk een behuizing. En de serienummers van die twee, als die elkaar matchen, of de laatste drie is het denk ik, als de laatste drie cijfers matchen, dan betekent dat dat die met elkaar gesynchroniseerd zijn en tegelijkertijd geproduceerd zijn. Dus op elkaar afgestemd. Dat betekent ook wel dat als je dergelijke cassettes wilt, dan die iets duurder zijn dan de cassettes waarbij dat de nummers niet matchen. Ook als je een dergelijke Hasselblad koopt, vaak wordt er spreekt ze van acute mat matglas, wat helderder is dan standaard matglas. Reken sowieso voor zo'n lens bij rond de €800 kwijt. Je hebt verschillende type lenzen, maar ze gaan allemaal rond de €800. Op zich, de sluiter zit hier, dus als ik hier druk, wordt de foto gemaakt. Anders dan bij andere camera's, als je een flat systeem wilt koppelen, moet je die op de lens koppelen, dus hier op de lens. Juist omdat de sluiter in die lens verwerkt zit. Ze maken ook gebruik als je de licht in, dus er is geen lichtmeter in gebouwd in de camera zelf, maar ze maken gebruik van een zogenaamd EV-systeem. Dus dat betekent, als ik hier nu een koppeling maak van, er is weinig licht vandaag, ik sta nu op een 15e opening 2.8. Ik kan die op bijvoorbeeld een 60ste van een seconde op mijn 2.8. Als ik hier naar beneden duw, kan ik de sluitertijd afzonderlijk wijzigen. En als ik dan aan die ring draai, dan wijzig ik eigenlijk altijd de combinatie van de twee. Dus dan ga ik van 60 2.8 naar 30 4, naar 15 5.6 8.8. Dat betekent dat mijn belichting identiek gebleven is. Ik ben gewoon van diafragma en sluitertijd aan het veranderen, maar die zijn aan elkaar gekoppeld. Op zich, ik vind dat een briljant systeem, want dat betekent dat je kan, als je in een gesloten omgeving werkt, waarbij dat je een belichting vooropgesteld hebt, of je werkt buiten op een vrij constant belichte dag, dus niet een dag met veel wolken die passeren, dan kan je belichting instellen, één keer, en als je een andere diafragma waarde wilt, zonder je belichting te moeten herberekenen, kun je die gewoon verplaatsen hier. En dit is de focusring, dus de grote ring hier is voor de scherpstelling. En dan heb ik denk ik alles gehad wat betreft deze Hasselblad.